Marianne Vos, al twee wedstrijden wat teleurgesteld. Wat voor druk moet er nou wel niet op haar staan? Heel veel druk. Maar we moeten allemaal niet vergeten dat Marianne Vos is nog maar 20 of 21 jaar. Het is haar eerste Olympische Spelen. En wij Nederlanders leggen de lat voor haar ook wel heel erg hoog. En ze heeft morgen nog een kans. En Marianne is echt een vechter. En het zou me niet verbazen als ze morgen gewoon nog één keer heel hard toeslaat. En dan, ben heel eerlijk, een zesde plaats en een veertiende plaats en misschien wel een gouden plak op de puntenkoers is haar speler. Ben ik super trots op haar en ik denk heel veel Nederlanders met mij. Is het wel een beetje tegengevallen jou ook, wat ze tot nu toe gedaan had? Ja, maar wat ik net al aangeef, weet je, we moeten niet vergeten dat het haar eerste Olympische Spelen is. Ja, maar alles waar ze aan meedeed te veranderen in goud tot nog toe. Ja, maar dat was bij mij ook. Ik was ook gewoon als heel jong meisje, had ik ook al 4 wereldtitels achter mijn naam staan. En ik kom in Barcelona, mag ik Nederland vertegenwoordigen tijdens de Olympische Spelen. En lukte mij het ook niet. Werd ik 8e op de achtervolging en ik geloof 23e of 26e in de wegwedstrijd. Dus meestal heb je wel 1 Olympische Spelen nodig om gewoon... Het is toch wat anders dan een WK, maar nogmaals... Marianne is gewoon een supertalent en ze zou mijn morgen absoluut niet verbazen als ze morgen gewoon nog 1 keer gigantisch hard toeslaat en dat ze gewoon misschien toch goud wint op de puntenkoers. Maar misschien kan ze hier ook heel veel van leren voor volgende Olympische Spelen, zeg jij eigenlijk? Ja, absoluut. Ik heb ook gewoon alles wat ik gezien heb, mijn eerste Olympische Spelen, heb ik opgeslagen. En daar heb ik heel veel aan gehad. En het was gewoon een hele goede leerschool voor mij, de eerste Olympische Spelen in Barcelona. We hadden zo gehoopt dat Marianne een nieuwe Leontien zou worden. Ja, maar ze is goed op weg. Nogmaals, mijn eerste Olympische Spelen ging ook niet goed. En Marianne heeft morgen nog 1 kans. En nogmaals, als zo'n jong meisje morgen nog 1 keer goud pakt en een 6e plek en een 14e plek, dan ben ik onwijs trots op haar. Wat is haar sterke kant, vind je? Tactisch is Marianne normaal gesproken de afgelopen wegwedstrijd niet. Vond ik haar tactisch niet. Maar dat had er ook mee te maken dat ze niet helemaal lekker in de koers zat. Maar normaal gesproken is ze tactisch heel erg sterk. En ze is niet bang. Ik ben natuurlijk altijd heel erg bang geweest op de fiets. En Marianne is absoluut niet bang. Die durft gewoon heel de dag gewoon lekker midden in het peloton te zitten. En die pakt gewoon haar moment. En dan is het meestal ook het goede moment. En tactiek is natuurlijk belangrijk in een puntenkoers. Heel belangrijk. Het is belangrijk in een wegwedstrijd. Maar het is ook heel belangrijk in een puntenkoers. Zo is ze afgelopen jaar ook wereldkampioen geworden. Dus nogmaals, ik hoop dat ze morgen dat ene moment ook weer goed uitkiest. En dan wordt het misschien wel bekroond met een gouden plak. Nog een laatste tip voor Marianne? Nou, weet je, ze heeft al zoveel dingen goed gedaan. En ik hoop dat zij alles wat ze mee heeft gemaakt de eerste week. En dat is voor haar misschien een beetje negatief geweest. Maar dat ze dat om kan zetten in positieve kracht. En dat er dat morgen allemaal in ene uitkomt. Oké, dankjewel. Graag gedaan.